Nou, ik hoop dat je wel een beetje pijn krijgt. Dat hoop je? Voelt alsof iemand heel hard in mijn nek zuigt. Ja. En ik heb gewoon zeeën van berichten, haatbericht gekregen van oh, we zien nu al dat je slechte moeder gaat worden. Slecht. Nee, van Henny word je, kom je in een motion van vodka, word je echt wow, kura. Vodka, Nostravia, kura. Een hele goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb in mijn leven 2 keer geharst. En vandaag is het de 3e keer. En mensen zeggen dat als je zwanger bent dat het nog intenser is. Dus ik ben mezelf even met de hand voorbereiden. En we hebben een nieuwe elektrische fiets. Dus ik ga even snel met de fiets, want het is echt letterlijk hier om de hoek. En deze kleine zwervers die zijn op bezoek. En wat willen jullie gaan doen? Jullie wouden gratis tegenhalen omdat jullie zwervers zijn. Zwervers! Wij zijn zwervers! Mama, dat had tijd. Ja, als je met mama bent. Maar als jullie samen zijn, dan doen jullie echt alsof jullie geen huis hebben. En dan ze blijven ook echt daar chillen, hè? En praten en zo. Klopt. Voor de mensen die jullie niet kennen, dat is trouwens Davinius' kleine zusje en mijn kleine zusje. En ze voelt zich altijd main character. En ja, over 10 minuutjes ga ik op de fiets. Een zwangere vrouw op een elektrische fiets. Hebben jullie dat ooit gezien? Nou, ik dacht ik ga gezellig met de fiets, maar het regent. Dus ik ga met de auto. Dacht ik een keer een beetje sportief te doen. Is het me gewoon niet gegund, hè jongens? Jongens, ik ben er en ik ben zo blij, want het is zo dicht bij mijn huis. Ze heet CS Wax and Beauty. CS Wax and Beauty. Ze hart begon terwijl ik aan het praten ben, geen aankondiging, niks, maar oké. En ja, het is gewoon in Almere Poort, dus voor allemaal Almere baddies. Hier moet je zijn. En ja, ze doet het wel echt goed hoor, maar ja, sorry, ik heb net je moeder uitgezonden. Oké, ja, gelukkig. Nou, ik zal even hiernaast een TikTok zetten van mijn eerste reactie. Maar ik vind het met de zwangerschap toch nog wel te doen, hoor. Ik moet niet te vroeg praten, want we zijn nog niet bij mijn schaamlippen geweest. Oké, jongens, ik heb maar 2 keer mijn hele leven gewaxt. Ze zeggen dus, als je preggo bent, is het nog heftiger. Dus we gaan nu beginnen, wat heb ik gedaan? Ja. Je moeder. Oh, sorry, niet jouw moeder, hoor. Ja, ben je er ready voor? Nee. Yes, we zijn nu in de auto. We gaan eventjes naar een kledingwinkel in Amsterdam. En daarna gaat Angelique lekker naar de oma. Ja, ben je wel lief bij je oma? Bij ons ben je alleen maar druk en brutaal. Ja, daar ben ik wel lief. Ja, je weet precies bij wie je het wel moet doen en bij wie niet, hè? Draki. We hebben net even April afgezet. Ik vind nu eens even April naar huis brengen. Die is ook echt zo brutaal als een ik weet niet wat. En ik ben dit rode haar echt alweer zat. Dus ik denk dat ik het... It's cute! Ik denk dat ik het morgen eruit ga halen. No, it's really cute. Nou, dankjewel. Nou, vandaag gaat Davinio iets heel leuks doen. Hij gaat hijami cupping heet volgens mij. Ja. Ja, hij wordt dus sneetjes in zijn rug gemaakt. En er gaan de cups op zijn rug. Bij de Silk Body Laser in Almere. Het is in Almere Poort. Dat is wel lekker, hè? Dat het 5 minuutjes rijden was. Ja, heerlijk. Nou, ik hoop dat je wel een beetje pijn krijgt. Dat hoop je? Wacht maar. Ik wist nog dat ik, wat was het nou, mijn cellulitisbehandeling ging doen. En toen voelde het echt lekker dat ik pijn had. Ja.
Dus nu ben jij aan de beurt. Nu ben ik aan de beurt. Er zijn een aantal contra-indicaties wanneer het niet uitgevoerd mag worden. Het gaat om zwangerschap, hoge koorts, binnen de menstruatieperiode, actieve acne op de te behandelen. Ben je ongesteld? Maandelijkse balwisselingen. Gebruik van bloedverdunners, zonnebrand, open wonden, binnen 3 dagen na bloed afgeven, hartproblemen, kanker of tumor, diabetes, dialyse, jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar. Dan mag het niet. Dan mag het niet uitgevoerd worden. Ah, oké, top. Verder zijn er ook... waar we op moeten letten is voor de behandeling. Het werkt beter op een nuchtere maag. 2 uur voor de behandeling niet meer eten. En 24 uur geen gemeenschap. Dat heeft met te maken met de bloeddruk wat hoger gaat. Nou, dat komt wel goed. Dat is wel lekker. Na de behandeling 3 uur niet te zout of pittig eten. 12 uur geen zware werk verrichten of sporten. 24 uur geen melk of andere zuivelproducten consumeren. Sporten? Geen sport, nee. Omdat je dan gaat transpireren. Hmm. Dat willen we voor 12 uur tegengaan. Nou ja, we gaan sneetjes maken op je rug. Ja, in verband met tegen bacteriën. Hmm. En gewoon je lichaam niet uitputten eventjes. Oké. Geen gym morgen dan, hè? Nee. 12 uur. Geen zware werk of sport. Dus het is niet heel... Dus ik kan morgen gewoon weer gymmen. Ja. Maar 24 uur niet douchen of sauna. Nee, ook niet douchen. Nee, 24 uur. Okay. Eventjes volhouden. Okay. Even stinken dan. 24 uur geen melk of andere zuivelproducten consumeren. 24 uur geen rood vlees eten. Kipvlees en vis zijn wel toegestaan. En 24 uur weer geen gemeenschap. Doe die sneetjes op echt pijn? Vermoeidheid? Ja. Dus daar werkt het ook goed in? Ja, zeker. Ja, zeker. En wat nog meer? Wat nog meer? Op heel veel dingen heeft het een goede werking. Er zijn echt heel veel punten ook waar je het op kunt uitvoeren. Ja. Dit zijn allemaal de punten waar je eigenlijk cupping op kunt uitvoeren. Ja. En daar staan echt heel veel. Dus van wagenziekte tot nieren en... chronische problems. Ja, veel. Maar ook weinig eetlust. Even kijken wat echt vaak voorkomt. Nou ja, verlamming, schouderklachten sowieso. Astma, hoesten. Ik vind het echt jammer dat ik het niet kan doen, dat ik zwanger ben. Dat je zwanger bent, ja. Als je bevallen bent dan... Dan kom ik gelijk. Ja. Alle stress. Ja, daar werkt het wel. Maar ja, het is dus ook wel belangrijk blijven doen. Want het is niet een miracle. Ja. Davinio heeft last van rugklachten en schouderpijn. Dus ik ga op de schouders en in het midden ga ik cups plaatsen. Ik ga een cup plaatsen op het centrum van het lichaam. Ik ga een cup plaatsen voor de hart, voor de lever... En voor de nier, dat kan zowel aan deze kant of aan deze kant. Mm-hmm. En ik denk dat deze kant wat prettiger is, zodat ik niet 2 cups op, dicht op elkaar heb. Dus, yes. Voelt alsof iemand heel hard in mijn nek zuigt. Ja. Het centrum van het lichaam. Hart. En nu zijn de kuppen eraf gehaald en wordt met een klein mesje allemaal sneetjes gemaakt in de huid. Zo, dat zijn wel veel sneetjes, zeg. Als je niet tegen bloed kan, zou ik maar even doorspoelen. Beter dat jij op je rug, want jij kan dus echt niet tegen bloed. En als jij weet hoeveel limonade er hierin zit, Het lijkt echt op limonade, op bosvruchtensap. We gaan. Nou, alle cups zitten erop. Deze is wel helemaal vol. Maar het hoeveelheid bloed, dat zegt niks. Kijk. Eeuw. Het is gewoon gelatine-achtig geworden. Oh, heftig.
mijn toch liggen? Toevallig zijn. Ik moet liggen. Ja. Dan vinden we ook al heel lang zijn baardlijn. Op mijn rug moet ik liggen. Ja. Op die. Misschien ga je nog even de sneetjes voelen nu. Oeh. Oei, ja. Voel je ze? Jawel, een klein beetje. Davinia die wil ook al heel lang zijn baardlijn laseren. En ja, ze doen hier gewoon echt letterlijk alles. Gezichtsbehandeling, laseren, cupping. Dus nu we er toch zijn, gaan we het ook doen. En ze hebben nu een korting voor drie zones, was het toch? Ja. Voor drie zones betaal je dan €100. En ja, ik vind altijd dat laserbehandelingen best wel duur zijn. En ik vind dit echt een hele schappelijke prijs. Dus wil je komen laseren, moet je hier zijn. In de beschrijving zet ik even alle informatie. De website. Ze hebben ook een zakelijk WhatsApp-nummer waar je een afspraak kan maken. En het enige wat je hoeft te doen is een afspraak maken. En voor de losse behandelingen, dus voor cupping, krijg je 10% korting als je even vermeldt dat je via mij en Davinio komt. Ja, ik vind dat je het hier moet weghalen en die schaamhaar daaronder. Voor een laserontharingsbehandeling heb je ongeveer gemiddeld 6 tot 8 behandelingen nodig. Maar op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld in gezicht, zie je pas echt een resultaat na 4 behandelingen. En het verschilt heel erg per persoon en je hormoonsituatie. Ja. En er is dus nu een aanbieding voor 3 zones betaal je €100. Dus ben je harige man of ben je zelf harig, kom daar hier naartoe. Want ze hebben nu echt een hele goede prijs. 3 zones voor €100. Doe geen pijn toch dan? Maar nee, ik voel echt niks. Ja. Kan je het aan? Hey jongens, ik zit in de auto. Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe werkdag. En ik heb op Snapchat gewoon een hele discussie gecreëerd. Ik had een foto gemaakt van het bedje, het babybedje. Want mijn zoon heeft echt al ontiegelijk veel knuffels. En mensen die reageren van ja, je moet alle knuffels extra halen voor het geval dat hij je kwijtraakt. Dus ik had erop gereageerd van nee, sorry, dat ga ik niet doen. Als hij het kwijtraakt, is het gewoon kwijt. En ik heb gewoon een zeeën van berichten, haatbericht gekregen van oh, we zien nu al dat je slechte moeder gaat worden. Wat nou als je kind gehecht aanraakt? Nou, ik heb zoveel knuffels in mijn leven kwijtgeraakt waarvan ik dacht dat het mijn lievelingsknuffel was. En ja, als die kwijt is, dan had ik gewoon pech. En ik ga mijn kind niet laten hechten aan een knuffel. En dan dat hij dan maar verwacht dat ik een nieuwe ga halen. Nee, pech. Dan moet je maar ervoor zorgen dat je niet kwijtraakt. Kijk, als die baby is en dan gooit het uit het babybedje of een babywiegje of weet ik veel wat. Terwijl we aan het lopen zijn. Ja, dan pak ik het op. Maar als ik het niet zie, ja, sorry. En dat mensen me dan nu al een slechte moeder noemen, nou, niet normaal. Maar er zijn wel heel veel mensen die reageren van ja, sorry, maar dat heb ik ook. En heel veel moeders die reageren ook van ja, mijn kind die is niet eens gehecht aan een knuffel. Die speelt met allemaal verschillende knuffels. Dus waarom zou ik nou 20 extra, hij heeft kapot veel knuffels al, hè? Waarom zou ik alles keer 2 kopen? Ik ben toch niet gek? Nou, in ieder geval, ik heb ook een bevallingsplan gemaakt. Als ik thuis ben, dan ga ik hem ook even uitprinten, denk ik. Dat gaat natuurlijk nooit hoe je het precies voor ogen hebt. Maar ik hoop wel dat ik me eraan kan houden. Ik heb eigenlijk niet heel veel poespas. Maar ik heb mijn bevallingsplan gemaakt met Francis. Het is echt amazing. En door haar weet ik gewoon ook echt precies wat ik wel en niet wil. Er zijn zoveel dingen waarvan je kan zeggen van nee, dat wil ik niet. Dus ik ben echt heel blij dat ik dat bevallingsplan heb gemaakt. Nu ga ik naar werk. En ik zag dus dat die biggetjes, want ik wil geen gelatine in mijn snoep, omdat ik dat gewoon vies vind als ik eraan denk dat het gemaakt is van vlees. Afkomstig is van het dier. Maar deze zijn dus veggie. En ik ben zo blij, want oh, ik vond die vroeger al zo lekker. Dus die ga ik straks helemaal kieren. Ben ik op tijd op werk? Ja, ik heb nog 5 minuten. Dus ik ga nu even snel parkeren en dan zie ik jullie straks. Dit is
is weer maandag en dat betekent red flag, green flag. We geven een stelling en bespreken daarna met jou en met elkaar. Is het een red flag? Of is het een green flag? Oké, daar komt ie, Von. Ja. De persoon waarmee je de date heeft, heeft eerder iets gedaan met een van je vrienden of vriendinnen. Ja, dan van jij, is het red flag of een green flag? Ik vind het een zware, donkerrode red flag. Ja, maar bij mij lijkt het van, hoe lang geleden is dit? Als het jaren geleden is, ja, het verleden kan je niet veranderen. En misschien kende ik hun toen nog alle twee niet. Maar kijk, als het vorige week was of zo, ja, dat is de red flag. Maar ik vind het over het algemeen geen red flag. Oké, ja, ik vind het gewoon echt... Ik zou me gelijk in mijn eer aangetast voelen. Oké. Ik zou me gelijk hebben van, ik weet niet of ik wel serieus met jou kan Nee, zijn. Jij denkt dan gewoon, is mijn piemel wel groot genoeg geweest of niet? Of zou die van hem groter zijn? Ik ga echt... Nee, ja, vind je het echt een red flag? Maar ik denk dat het bij mannen anders ligt. Ik vind het zo lelijk. Ik vind het gewoon zo lelijk. Ik zie die Mattie volgt jou. Ik heb het niet aan die Mattie gevraagd. Ik vraag het aan jou. En ja, ik vind het gewoon een lelijk iets gewoon. Ja, maar... Of zeg je van, je moet echt niet zo hypocriet doen. Ik denk dat het bij mannen anders ligt dan bij vrouwen, denk ik. Ja. Mannen vinden het echt heel erg als een vrouw iets heeft gedaan met iemand die ze kennen of bevriend mee zijn. Ja, dan voel je gewoon gelijk van, kan ik wel serieus met jou doen of zo? Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ja, ik dan zie elkaar. Ja, Amy, de side-over van de show, wil even iets zeggen. Hoop, ik zie het ook aan haar hoofd van Amy dat ze wat wil zeggen. Ik weet sowieso dat dit is omdat jij je eigen vrienden kent. En dan denk je gewoon, zij hebben met haar gezeten. En dat is waarom je het een red flag vindt. Het ligt niet aan die meid, het ligt gewoon aan je Mattie. Ja, precies. 100%. Ja. Laat het weten in de comments. Wij zijn er niet over uit. We willen weten hoe je hierover denkt. De persoon waarmee je date heeft eerder iets gedaan met een van je vrienden of vriendinnen. Is dit een red flag of een green flag? Laat het weten in de comments. Jij ziet gewoon al helemaal voor je hoe Lamar die chick tegen de muur gaat. Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb geen hele sletterige vriendinnen, dus mij zou het niet heel veel uit... Ik niet hoor. Bella. Nou, die gender reveal... Nou, doe even normaal. Als die Henny was snel op bij iedereen. Ook een red flag. Ja, ik had twee Hennessy's gehaald. Nee, van Henny word je, kom je in emotion. Van vodka word je echt, wow, kurwa. Vodka, Nostravia, kurwa. Nee, van witte drank word ik wel echt agressief. Als je gewoon netjes bent, Henny. Dan zing je Henny op een maandag. Henny, Harny, Henny. Mag ik trouwens wel bier drinken dan? Nee, ook geen bier. Dat vind ik wel echt lelijk hoor, bier. Bier. Ja, dat vind ik wel echt lelijk. Nee. Maar bier is ook helemaal niet lekker, smaakt echt heel bitter. Leren drinken. Ja, jullie drinken alleen maar zoete meuk. Nee, ik drink ook bier hoor. Goed lekker blond. Mannen die bier drinken vind ik echt ranzig. Ja, maar je hebt mij sowieso al gehoord. Ja, echt wel. Nou, jongens, ik ben net wakker, net peanut uitgelaten. En ik heb mijn producten binnen van de snelle reiniger. Van mijn vorige vlog waren er mensen mijn badkamer komen schoonmaken. En die producten zijn gewoon zo goed, echt no cap. Elke vrouw die een huis schoonmaakt, geloof mij, dit moet gewoon even één keertje hebben geprobeerd. En die geuren zijn zo lekker, oh mijn god, echt orgasm. Hier heb ik de badkamerreiniger. Als ik ga schoonmaken, zal ik wel even laten zien wat het effect is. Want ik heb over een half uur een meeting met werk. Maar echt, die geuren, hier word ik gewoon zo gelukkig van. Echt, ik voel me echt zo vreselijk oud. Want ook als ik naar de Action ga bijvoorbeeld, dan word ik gewoon opgewonden om schoonmaakproducten te kopen. Nou, mijn camera die ligt in de auto, dus ik film even snel met mijn telefoon. Maar we hebben een pakketje binnengekregen van Difrax. Zo wil ik dat de influencer leven, dus. Gaat wel makkelijk, hè? Makkelijk leven zo. Nou, in ieder geval, we hebben een paar dingen. Wacht, ik ga even die camera draaien. Nou, er zat een heel lief kaartje bij voor mij en Tofino. En we hebben allemaal flesjes gekregen. Deze flesjes zien er echt schattig uit, zo met zo'n rare vorm. En een paar speentjes. Toevallig hadden we al een paar speentjes van Difrax. Nou, deze kwam gelijk bij de 1000 andere knuffels. Laten we die maar gelijk erbij gooien.
Bij de hele familie. Helaas hebben ze er niet dubbel bij gedaan, hè jongens? Nou, die zit er ook bij. En deze urn is trouwens van Davinio. Maar die had ik vroeger ook. Hij is wel vies, dus die Ernie mag je nog wel wassen hoor, Daf. Ja, die Ernie van jou, die vieze Ernie die al 23 jaar bestaat. Ja. Die mag je wel even gaan wassen voordat je hem in dat bedje legt. Ja, maar dat is juist lekker dat hij de geur van mij ruikt toen ik baby was. Van 23 jaar geleden, dat een vieze oude knof van 23 jaar geleden. Die kindergeur blijft erin, hè. Die scheetjes en poepjes. Nou, nu gaat Daf de influencer hoor. Ja jongens, dan gaan we, let op hè. Laat maar zien hoe je het moet doen. In één keer goed, let op. Ik zag op TikTok dat ze het zo deden. De special effect. Dan laten we even snel kijken wat er nou allemaal precies in zit. Een speentje die je vast kan maken aan je kleren. Vet handig. Hierin kunnen ze bijten als ze tandgroeitjes hebben. Tandgroei hebben. Drie verschillende flesjes. Ik moet ze nog wel even uitdoen, want ik heb echt best wel veel verschillende flesjes. En speentjes. En ja, dat was het. Oh, deze is glow in the dark. Wat cool. Vet cool. Glow in the dark speen. Nou, ik zit nu in de auto. Het regent. Ik heb deze week echt zo weinig kunnen vloggen, omdat ik natuurlijk ook bezig was met die docu. En we hebben echt veel toffe dingen opgenomen. En ik zie ook dat mijn camera leeg is. Nou, lekker dan. Er is Grace gemaakt. Ik heb het binnengekregen. Een meisje die zegt, sorry, maar dit moet Vonneke zijn. Geen Noordin. Noordin zou er nog een hele heisa van maken. Van één Glenn is hier zo en zo. Nee, ik denk toch echt dat dit meer iets van Vonneke. Joey zegt 100.000% Vonneke. Noordin ging er veel te lang over door. En Via zegt ook Noordin sowieso. En we hebben ook iemand, hebben we gebeld. Indy. Hallo. Hey Indy. Jij, wie denk jij? Ik denk Vonneke. Waarom? Het is in ieder geval donderdag. Morgen moet deze vlog online. Maar ik ben zo blij, want we hebben eindelijk weer vakantie geboekt. En dit wordt gelijk de baby moon. En als we dan gaan, dan ben ik al voorbij de 30 weken. Het gaat echt super snel. En we gaan echt naar een hele toffe plek. Waar ik nog nooit eerder ben geweest. Davinio ook niet. En wat ook leuk is, is dat Davinio broertje, die gaat mee. Zijn jongste broertje. Ja, hij is echt alleen in Spanje geweest. Dus dit is wel next level. En ik vind het echt leuk dat hij meegaat. Want hij is gewoon lekker rustig. Hij doet gewoon zijn ding. En hij kan onze persoonlijke fotograaf worden. Dus dat is ook super nice. Maar ik ga nog niet verklappen waar we naartoe gaan. Maar als je het weet te raden, zet in de comments. Misschien heb je het wel goed. Ja, en voor de rest heb ik eigenlijk niet echt veel meer te melden. Alleen dat het filmen van de docu gaat denk ik toch wel heftiger zijn dan dat ik had verwacht. Ja, ik denk ook na deze docu. Ik ben al best wel open over alles. Maar over heel veel dingen heb ik het eigenlijk gewoon nooit over gehad. En ik denk nadat deze docu online is gegaan. Ja, dan denk ik dat jullie echt alles van me weten. En we gaan ook proberen een première te fixen. En als dat kan, dan ga ik zo gelukkig zijn. Want dan ga ik ervoor zorgen dat jullie sowieso kunnen komen. Of een kaartje kunnen halen of iets. We moeten gewoon regelen dat jij erbij bent. Want ja, zonder mijn supporters en zonder mijn kijkers bestond er geen Vonneke Bonneke. Dus vandaar. En ik heb voor de rest eigenlijk niet echt meer veel te melden. En mensen toeteren ook naar me omdat ik loop te filmen en te rijden tegelijkertijd. Dus ik ga even opletten op de weg. En dan zie ik jullie later weer. En oh my god, volgende week is mijn pregnancy shoot. Ik heb daar zoveel zin in. Ik moet straks even een oude pruik, die ligt daar achter half dood. Die moet ik even afleveren. Het ziet er nu echt verkrekt uit. Maar hey, die shoot, onze moodboard, alles is gewoon completo. Compleet. En het wordt niet een standaard zwangerschap shoot. Dit wordt echt out of the box gewoon. En ik heb echt zin in die shoot.
En ik heb Davinio gedwongen om samen met mijn foto te gaan. Hij vond dat mijn buik nog groter moest zijn voordat ik zwangerschapsshoot ging doen. Maar toen zei ik, je hebt pech, ik wil die shoot gewoon doen. En that's it. Ik heb tot nu toe nog geen streamen. Wel onder mijn buik. Hier heb ik wel een beetje streamen. En ik denk dat ik wel echt heel heftige streamen ga krijgen rond de 30, 35 weken. Mijn moeder heeft ook echt wel heftige streamen. Dus ik denk dat ik dat wel van haar heb geërfd. En ook als ik zeg maar een schrammetje of iets heb, heb ik gelijk een litteken. En die litteken die blijf ik echt voor een half jaar op mijn huid wonen. Dus ik denk dat ik wel heftige streamen ga krijgen. Eerst vond ik het echt heel erg. Dat waren misschien wel een van de ergste dingen van ik dacht van, oh daar kijk ik wel echt op tegen. Van ook hoe mijn lichaam na de zwangerschap gaat zijn. Maar toen dacht ik ook van, ja ik zit wel een heel mens op de wereld. Dus ik heb het ervoor over. Ik ga gewoon keihard gymmen nadat ik ben bevallen. Gewoon ook goed op mijn eten letten. Ik heb weer die juices, dus daar ga ik ook weer aan de slag mee. En als ik echt na zo lang trainen en alles gedaan te hebben, dan als ik dan nog steeds het resultaat niet heb, ja, dan ga ik misschien wel gewoon een lipo of zo doen. Maar dat is echt wanneer ik echt het uiterste heb geprobeerd. Ik wil niet dat gelijk gaan doen of zo. Ik wil het liefst dat helemaal niet doen. Maar ik denk als ik alles heb geprobeerd en nog steeds niet tevreden ben over hoe mijn lichaam eruit ziet, dan wil ik het wel overwegen. Nou, dat was het. Ik zei dat ik niet meer ging filmen in de auto, dus hierbij stopt het hoor. Noorden vandaag. Leuk, Imani. Ik heb een meisje vandaag is de dag dat Noorden geen skinny jeans aan heeft. Wauw. Geen skinny jeans. Wauw. Hoe is mijn Sanka deze? Zo pier. Hè? Ik heb tegen haar gezegd, zo schoon. Nee, maar dat maakt niet. We moeten nu feit dat het een beetje afleiding is. Ja, gisteren hebben we het al even over gehad. De inval van de Israëlische politie in de Al-Aqsa moskee in de Tempelberg in Jeruzalem. Vandaag las ik dat er weer veel onrust was rondom die moskee. Daarom misschien goed om even te checken bij Nasra Habib Allah. Zij is NOS-correspondent en is op dit moment in Israël. Goedemorgen. Maar je bent een soort van oudere zus van me aan het worden. Ja, ik ben ook een paar maanden ouder. En jij voelt wel echt als een klein broertje, zeg maar. Ja. Ook met dat skinny jeans en zo. Mensen zeggen van, jullie hebben echt broeder-zuster vibe. Ja, dat vind ik echt nice. Hoe langer we dan de show maken, dat je dat een beetje in terug wordt. En wat ik ook leuk vind, hoe we iedereen op zijn keer been zetten. Want ja, ja. Elke keer zit jij te luisteren en denk je, nou het is wonderlijk, dan ben ik het weer. En dan dan ben ik het. Dan is het ineens weer vondig. Het is gewoon heel grappig. Dus het is gewoon een lauw spel. En vandaag gaan we het spel spelen met onze collega-stagiair. Hij zei van tevoren van, hoe zit het nu? Stagiair, collega-stagiair. Bas, wij hebben allemaal een verhaal in de pot gedaan. Jij hebt in die pot gaan husselen en er is vandaag een verhaal uitgekomen. En de bedoeling is dat wij vragen stellen, mensen op verkeerde been zetten. Ja, jij moet raden wie het heeft gedaan. Was ik het of was het Noordin? Maar we kunnen je ook voor de gek houden. En Bas gaat ons één vraag per persoon stellen. Zodat jij beter kan raden wie er de waarheid spreekt. Of wie er die gekke tenauwies gooit. Tenauwies! Ja, Bas, wat is het verhaal van vandaag? Het verhaal van vandaag is, ik heb een keer stiekem een foto van Glennis Brace gemaakt. Alleen ze zag het. Oh, ook toen. Ja. Noorden, waarom wil je stiekem een foto maken van Glennis Grace? Ja, wie wil nou niet een foto van Glennis Grace op je telefoon hebben? Kom op. Ja, echt zo? Ja, ik vind er is veel over haar te zeggen, veel over haar te doen. Sowieso is het gewoon een knappe vrouw. Toffe chick en een knappe vrouw. Dus ik dacht, misschien zie ik er maar één keer. Oké. Vol, ze zag het, dus ze betrapte je. Wat deed jij toen? Handoog. Nee, ik deed gewoon alsof ik er niet zag. Oh. Ja, maar je bent ook super bij de hand, vond ik. Dus dat kan je in niet kwalijk nemen dat jij geen manieren hebt. Nou. Voor! Gaat Indy naar huis met die goodiebag? Kent Indy jou zo goed door en door dat zij het goede antwoord geeft? Ja, het antwoord is... Goed! Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik echt heel jong was. Ik was 15 en ik deed mee aan zo'n spelprogramma. En
Ik was in de kleedkamer met Fred van Leer en Glennis Grace. En ik vond het echt heel bijzonder dat ik bij hun in de kleedkamer zat. Maar ik had er gewoon een gesprek met hun al. Van, hé, hoe gaat het? Dus ik kon gewoon een foto vragen. Ik weet ook echt niet waarom ik stiekem een foto heb gemaakt. Maar mijn geluid stond aan voor mij. Maar niet die flit, maar dat geluid. Dat je tjink hoorde. En ze keken echt alle twee naar mij van, what the fuck, je had gewoon een foto vragen. Het is niet van dat ik niet met hun in gesprek was of zo. En ik dacht van, ja, ik wil gewoon even snel mijn Snapchat laten zien dat ik aan het flexen ben. Zodat ik gewoon een leuke selfie met ze kon maken, maar ja. Wat met jou is gebeurd, dat is echt mijn grootste angst. Ja. Dat is waarom, ik heb een mattie van mij die kan heel goed mensen in het openbaar filmen, foto's maken, zonder dat hij gepakt wordt. Mm-hmm. Maar mijn angst is echt dat ik een keer stiekem een foto maak van iemand en dan zeg, hey, zit je nou te, maak je nou een foto van mij? Nee, natuurlijk, dat vond ik, en jij hebt het hartstikke goed geraden, Indy. Veel plezier met je goodiebag. Later! Hey jongens, ik ben net wakker, maar dat kunnen jullie vast wel aan mij zien. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog weer. Daag! Ik weet echt niet waarom ik zo afsluit. Ik ben gewoon te moe. Oké, laat me met rust. Doei!